Vrienden en vriendinnen, het is woensdag 10 mei. De Giro heeft zich op gang getrokken en wielerclub Wattage is uiteraard ook aan zijn Giro door Vlaanderen begonnen. Voor de kijker of luisteraar, even een dienstmededeling. We hebben hier voor de opname in de zaal een gsm-nummer geprojecteerd. Dat gsm-nummer zal ook nog altijd geprojecteerd blijven. Aanwezigen konden vragen of opmerkingen doorsturen via dat gsm-nummer. En we gaan daar lukraak een aantal opmerkingen uitpikken. Het is een nieuwigheidje vanwege het clubbestuur voor de clubleden. Eerste die bijvoorbeeld binnengekomen is, Mark en Jan, is eentje voor jullie. Zal Jan als kersvers gravelbiker de graveleditie van de Mark Uytterhoeven Classic rijden deze zomer? Daar kan ik niet op antwoorden. Hij had iets betalend inschrijven. Als hij zich kan kwalificeren. Maar zijn leeftijdscategorie is €5. Ah ja, dat moet ook wel doen. Daar wil ik nog wel aan... Het is wel 126 kilometer. Ja, dat moet nog net lukken. Perfect, ik wist niet dat er zoiets bestond, maar ik vind het wel een tof initiatief. Wel, daar betaal ik met plezier €5 voor. Kan ik dat nu afrekenen? Ja, okay. Ik heb zien. Andere die ook nog binnengekomen is, wie heeft de hond ingehuurd om Evenepoel omver te kegelen vandaag? Dat is een vraag die binnengekomen is. Tja. We hebben geen antwoord. Het antwoord ontgaat. We kunnen niet op iedereen antwoorden natuurlijk. Enfin, benieuwd wat dat nog gaat geven het komende uur. U kan dus... sms'en sturen of whatsappjes naar dat gsm-nummer. Let wel, het is van onze Tsjetsjeense bodyguard, dus let op wat u stuurt. Ja, voor ik het vergeet, welkom allemaal, welkom bij de club. En die club is alweer goed gestoffeerd. Iedereen op het appel, graag uw applaus voor Tom Bonen, Dirk de Wolf, Jan Bakelands en Mark Uytterhoeven. Ja, mannen, het wordt de hoogste tijd dat we ons proberen in de geschiedenisboeken te werken. De kortste weg daar naartoe is... Een nieuwe tafel? Ja, ik weet niet of we daarmee in de geschiedenisboeken gaan belanden. Iets uitvinden. Je zei een Guinness World Record boek. Bijvoorbeeld iets presteren of iets uitvinden. Presteren gaat misschien niet meer lukken voor ons. Dus uitvinden. We gaan bijnamen proberen uit te vinden. Dan wordt die voor eeuwig en voor altijd gelinkt aan wielerclub Wattage. Er zijn bijvoorbeeld, ik heb dat opgezocht, nog geen bijnamen voor de drie Belgische knechten van Remco Evenepoel. Niet voor Ilan van Wilder, niet voor Louis Vervaken en niet voor Pieter Serry. Dat is misschien niet meer van deze tijd. Bijnamen? Ja. Dat is toch van alle tijden. We gaan er al sinds de komende uitzending tijd genoeg voor hebben om er eentje te vinden. Is er iemand die we er gaan uitpikken vandaag? Eén renner. Van Wilder, Vervaken of Serry? Voor wie gaan we? Maakt dat eigenlijk niet echt uit. Serry dan. Begin met Serry. Gaan we met Serry beginnen? Heb jij nog een koers met Serry? Ik heb natuurlijk nog een koers met Serry, maar ik ben nu eens heel diep aan het graven. Dat kan niet dat Serry geen bijnaam heeft. Enfin, toch niet. Niet dat ik het durf zeggen. Hoort ook de kraai. De kraai noemden wij die vroeger. De kraai? De kraai. Waarom? Die lijkt zo wat op de kraai en die kan ook verschrikkelijk goed een kraai nadoen. Hij kan goed een kraai nadoen. Heel schel. En zo kwam je nog vaak de bus uitgegaan en dan is je de kraai. Dus die heeft al een bijnaam. Ik denk dat we eigenlijk al... Zou ik ook een schitterend bijnaam die je kent. Vorig jaar ik in de ploeg bij Laurens Huis. Ja. En Jan Hirt. En... Allee, dat waren twee mannen van hetzelfde postuur en Hirt noemde er op den duur. Hij sprak niet meer over Laurens of Huiske. Frog. Omdat hij als een kikker klonk. Ja. Ja. Niet alleen, maar omdat dat er niet uitzag. Allee, die had een minder mooie fietsstijl. En hij noemde die Frog omdat hij met zijn benen open. Dat ging een beetje alle kanten uit. Het is wel efficiënt, daar niet van. Ja, ik vind Kraai al sinds zijn eerste goede worp. Hij is volgens mij nog niet verkocht in naam. Tenzij dat er nog iets beter komt in de loop van de uitzending. Waar woont je weer? De kraai van? Alter? Kraai van Alter. De kraai van Alter. Blijft al plakken, hè? Ja, de kraai van Alter. Hij is toch een klimmer, hè? Gevleugeld, dus... Ja. Pas maar dat allemaal ter introductie. Dit is aflevering 10 van Wielerclub Wattage voor een live publiek. Dit keer vanuit een uitverkocht CC-binder in Puurs Sint-Amans. Ja, zo klinkt dus het applaus van een uitverkochte zaal. Jeanke, heb jij al voor een uitverkochte zaal ooit gespeeld? Voor mij is het nieuw. Is dit... Maar je moet mij daar niet wijzen, hè? Ze biedt word ik nog zenuwachtig. Ja. Hij begint al wat te zweten, hè? Ja. En Wolf ook. Ja, hij drinkt al. Hij komt van Tenerife. Hey, zo'n klein zaaltje in Puurs ben ik dan nu wel gewoond. Ik vroeg me trouwens af, Tom. Ja, jij hebt ongeveer al alles meegemaakt in je leven, maar heb jij ooit op de planken gestaan? Nee, ik heb nooit live op de planken gestaan. Ik heb wel al een paar keer in een show gezeten, waar ik dan geïnterviewd werd en zo, maar nog nooit zelf iets moeten verzinnen. Voor alles is de eerste keer voor een groot live publiek. Dat schept altijd mogelijkheden ook, een publiek. Zoals bijvoorbeeld, waar zitten de supporters van Dirk de Wolf? Jezelf toch een klein beetje vertrouwen geven. Hoe is het in Tenerife geweest, Dirk? Warm. Heel warm, tot 35 graden. En ben van gisteren naar huis thuisgekomen. Je bent bijna zwart teruggekomen. Het was van de morgen iets frisser voor gaan te fietsen dan in Tenerife. Ja. Kijk, welkom alleszins terug in België. Mark, ook welkom.
Ik heb gezien dat je gisteren nog een monument bent gaan inhuldigen. Ja, in Kalmthout voor Herman van Springel. Mooi. Dat is daar nu gezet, ja, uiteraard na zijn... Jij gaat er ook nog naartoe van de zomer. Ik moet daar ook nog zijn, ja. Omdat Herman 50 jaar geleden de groene trui heeft gewonnen, als niet-sprinter dan nog. Om u maar iets te zeggen, Joop Zoetemelk was tweede in het eindklassement. Om dat te herdenken, gaan ze ook een aantal ex-renners, een mooie lijst al, die er naartoe gaan. Ex-groene trui winnaar. Ja. De nog levende proberen allemaal vast te krijgen. En iedereen gaat daar één dag van de Tour een groene trui van zichzelf aan een monument af. Maar Herman van Springel, dat was zo'n figuur. Mijn vader heeft daar nog mee gereden, nog net, denk ik. Of vaak mee gereden. Maar dat ging altijd over Herman van Springel, als er zo over heldendaden werd gesproken. Dus voor mij was dat zo'n immens groot figuur. En toen ik als klein nieuwelingske de Herman van Springel Classic ging rijden, wou ik dat ook absoluut winnen. En dat was dan mislukt, omdat ik in de laatste bocht was uitgegleden. Ik was tweede in de sprint tegen Davy Komijnen. En op een of andere manier is dat figuur van Herman van Springel mij altijd zo iemand... Lieve mens. Iets immens groots geweest. En toen ontmoette ik die voor de eerste keer en bleek dat nog zo de braafste teddybeer van de wereld te zijn. Dat moet ik heel erg zeggen. Ja. Het brengt ons wel bij het eerste verhaal van de avond. Dat blijft natuurlijk. Mensen kennen het procedé ondertussen. Ik heb jullie dit keer gevraagd om te focussen op verhalen over ofwel Italië of grote rondes of koersen in Italië. Dat mag allemaal natuurlijk. Mark, jij kwam uit bij een verhaal uit de Tour. Ja, Herman van Springel was met vakantie bij mij in Frankrijk, een week of zo. En dat was een jaar of 15, 20 geleden, ik weet niet. Sorry dat ik je onderbreek, maar het kan nog altijd waar of niet waar zijn. Dat heb ik niet vermeld. Het kan ook nog altijd waar of niet als waar zijn. Als ik het vertel, dan is het altijd waar dan? Ja. Of niet waar. Dan lijkt ja. het, dan lijkt ik denk waar. Aan de vis van Frank van den Broeke. Oké. Maar dus, ik zit met Herman in de auto, want we gingen naar het dorp, croissants halen, waar Rob van Oudenhoven was dan ook bij ons en mijn redactie van in die tijd en zo. Veel volk, veel croissants en dan heb je daar een auto nodig. En Herman zit achter stuur, krijgt telefoon, geeft zijn gsm, goeie burger, aan mij, pakt jij af. Ik pak af, journalist van, ik denk, het laatste nieuws. En zegt, ja, Herman, wij zijn een artikel aan het maken over de twee ritoverwinningen die je in de eerste Tour van Merckx hebt behaald in 1969. Kun je daar nog iets over vertellen? En ik zeg, ja, de eerste rit, dat was in Briançon. We waren weg met een aantal mannen op de Galibier, want dat ging over de Galibier. En bovenop de Galibier roept er een, Herman... Herman, ik dacht, ja, die spreekt Vlaams. Dan pakte ik deze drinkbus aan, want als dat niet Vlaams klonk, pakte ik dat niet aan. Dat was gevaarlijk in die tijd. En ik drink ervan champagne. Dan kon ik niet heel goed talen, maar ik ben die Galibier aan de loterij afgevlogen. Daar had ik gedacht van, is per tank technisch. En dan op Briançon, dat is bijtrappen. Dus ik won met 2 minuten en 1 seconde voorsprong op Merckx en Pinjon, die toen 1 en 2 stonden in het klassement. En nu de tweede ritoverwinning. Dat was in Montargis, een rit van 320 kilometer, de laatste zaterdag. We waren met 10 man weg. En Ottenbros was erbij, die trouwens later een jaar wereldkampioen is geworden, met 10 centimeter voorsprong op Julian Stevens in Zolder. En Ottenbros kwam naar mij en die had er precies wel wat geld voor over om dat ik voor hem de sprint zou aantrekken. En het was aankomst op een assenpiste en ik dacht, als ik in de lesterronde, de lesterbocht nog op kop zit, die komt er niet meer over. En zo is het gebeurd, toen ik die tweede rit gewonnen. Dus je hebt je daar eigenlijk laten interviewen dus, als Herman van Springel. Voilà, en dus de Herman, ik druk af. En Herman zegt, oh jongen, zijn ik kiek content dat jij afgepakt hebt. Want dat wist ik allemaal niet meer. Als het waar is. Als het waar is, natuurlijk. Dus jij hebt jezelf ooit uitgegeven tegenover een journalist als Herman van Springel. Dat was een goed stuk. Ja, misschien wel, wie weet. We zullen zien aan het eind. Als de mensen denken dat het waar is, dan mogen ze zoals altijd hun hand opsteken. Wie denkt dat dit verhaal van Mark klopt... Even kijken, in de zaal redelijk wat mensen, achter mij iets minder mensen. Maar laten we zeggen 50-50, ongeveer. Mannen, ik had het daarnet al kort over bijnamen. Daar hebben we het in Wielerclub Wattage nog niet over gehad. Jullie hebben er ook allemaal één of meerdere. Ik weet niet of jullie daar tevreden mee zijn, wie dat ooit als eerste heeft uitgesproken. Jan, voor wij jou massaal Jeanke zijn beginnen noemen, heette jij Baki? Ja, dat klopt, ja. Had dat niet wat heroischer gemogen? Ja, dat had gerust wat heroischer gemogen, maar ja, kom. Wie is ermee begonnen met Baki? Dat is al vroeg begonnen, bij de belofte, denk ik. Waar het exact is ontsproten, dat weet ik niet, maar dat was al redelijk snel bij de belofte gekomen. En ja, ik was er zelf niet zo'n fan van. Ik had liever gewoon Jan, maar ja. Maar plots dus kan je er niks meer aan doen. Je hebt daar zelf ook weinig inspraak in wat uw bijnaam wordt. Iemand anders beslist dat voor u. Ik ken één iemand dat wel inspraak heeft gehad.
Kanselare, die heeft zijn eigen bijnaam. Ja. De Spartacus voor zichzelf gecreëerd. Echt waar? Ik dat noem vanaf nu Spartacus. Dat is de enigste mens in de geschiedenis van de mensheid die zijn eigen bijnaam heeft gecreëerd. Hey, en Gert Steegmans heeft er nog bij gereden in de ploeg op het einde van zijn carrière. Die beweert zelf dat hij zijn eigen lakens en hoofdkussen, pillow, hoe heet dat, fluwijn meebracht met Spartacus op. Ja. En die mannen moesten dat voor hem installeren in de hotelkamer. Dat is toch wel redelijk... Ver weg. Ja, dan zou ik ook een motor kunnen kopen. Ja. Ja, de volgende rel van Wielerclub Wattage is gekend. Dirk, jou noemen ze Wolf. Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon jouw achternaam. Ja, dat is niet echt een bijnaam. Dat is redelijk logisch. Ja. Mijn naam wordt geschreven in drie. In drie? Dirk. De. Ja. 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 Ja, maar ja, het is voor... Ja, maar ik dacht, ja, had het niet wat inventiever gekund? Ja, wolvenweer is er dan wel weer door ontstaan. Ja. Was vandaag in de Giro wel mijn weer geweest. Ja. 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 Dus je bent er tevreden mee met de bijnaam Wolf? Ja, zodat Jan zegt, zo, top, moet je erbij neerleggen. Ja. Pieter Serie moet er zich vanaf nu ook bij neerleggen dat hij de kraai heeft. Ja. Het past een beetje. Mm-hmm. Past ik zeg dat lijkt ook op de kraai. Hij heeft zo'n beetje het uitzicht. Hij is ook, Pieter Serie heeft zo'n beetje een getaande huid. Het is wat donkerder, lekker een kraai, zwart haar. Het is, de kraai. Als je een kraai zou transformeren in een mens, dan krijg je de Pieter Serie. Voilà. Tot slot, en ja, bij jou hebben we er meerdere natuurlijk. We hebben de bom van Balen, we hebben Tornado Tom, Tommeke. Welke geniet jouw voorkeur? Er was ook nog de Balen Express. De Balen Express, ik ben nog vergeten. Toch, hoeveel bijnamen heb je eigenlijk? Dat zijn er wel wat geweest, ja. Ik heb geen voorkeur voor geen enkele bijnaam. Ja. Mij mogen ze ook gewoon Tom noemen. Tom. Hey, Tom. Maar er is ook een verschil tussen roepnamen. Wolfke en Jacques en Baki, dat zijn eigenlijk roepnamen. Ja, dat maar de kraai van, Alter, Dat is een echte bijnaam. Vind ik eigenlijk, als ze mij in de koers en mijn ploegmaat, dat was vaak Tompie of zo. Dat was roepnaam. Wat vind jij zo in het algemeen van de bijnamen van... Ja, ik heb me dat vorige week gevraagd om dat te doen. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Dirk had ik gedacht, de tengere van Tenerife. Ja, de tengere van Tenerife. Maar alleen Tenerife klopt. Ja. Dus, dus wordt dat de vod van Lotte. Ja, inderdaad. Jan had ik eerst de grote smurf. Nee. Maar het is natuurlijk lelijk om te lachen met kleine mensen. Hè. Karl van Nieuwkerken is klein, José is klein, Napoleon was klein, Wouter van den Houten is klein, Thomas van den Spiegel is 2,14 meter. Toen dacht ik de moppersmurf. Ja, maar past wel. Daarvoor mopper je net niet. Er is nog werk aan. Dus wordt het de wijnsmurf. Want de wijnsmurf. Hij heeft commentaar gegeven nu bij die Giro-ritten. En ik, over koers gaat dat nooit. Hij had dat alleen over Barolo van hier. En van, ik ken er niks van. Maar bedoel, ja, dus de wijnsmurf. Oké, okay, ja, dat is goed. Dat is de fout van Michel, hè. Het is dat. Meneer deed niet onder, nee. Baki. Ja. Wijnsmurf. En dan Tom. En dan, wat hebben we nog? Want de wijnsmurf heeft niet graag dat hij aan zijn lichaam stelt. Dus nu hij toch commentaar geeft op VTM, zou ik hem noemen de VT-memmer. Mooi. Tuurlijk, Tom die heeft al een hele goede bijnaam in Wallonië. Daar noemen ze hem Philippe Gilbert. Ja, dat is Dat is toch waar? Ja. En hij heeft vorige keer gezegd dat hij eten maakt voor zijn kindjes. Die zijn daar ongelooflijk. En Tom van Kleven, had ik dan nog gedacht. Of in navolging van El Tractor, Tim de Klerk. El Skoda. Of, als je daar niet akkoord mee bent, El Trabant. En Ruben, ik vond niks... Was niet voorzien, maar oké. Ik vond niks over je uiterlijk. Je hebt het ook niet mee, natuurlijk. Maar je afkomst, dus hier uit de streek, Klein Brabant, ja, omdat ze hier, de mensen ronden de O hier niet. Dus had ik gedacht aan de grote luiper. of je toekomstige afkomst, gewoon de Kroaat. Ja. De Kroaat. En dat is kracht. Ja, de Kroaat. Vind ik wel. Maar het beste vind ik toch nog meneer Vlasic. Ik ga akkoord. Ja, je had er nog eentje en dan nee. Ik zie je staan toch eens tegen Jacques zeggen, het is niet überhaupt, maar überhaupt. Als er twee puntjes op staan, dan is het een... Maar wacht, nu wordt het gecompliceerd. Het is niet Ruben van Gucht, omdat er geen puntjes op staan. Begrijp je? En, want omdat je altijd zei, Stefan Kung. Maar het is Stefan Kung. Maar je zal het onthouden. Okay. Dan ga ik het nooit meer vergeten. Ja, wat denkt hier aan? Everybody was kung fu fighting. Oké, mannen. We moeten het dringend over de koers hebben. Maar dit was wel een zeer fijn intermezzo. Waarvoor dank, Mark. De actualiteit, de debatten in de Giro, mannen. We gaan even alles chronologisch nog eens op een rijtje zetten. Te beginnen zaterdag met Remco Evenepoel, die zijn roze ambities kracht bijzetten in de tijdrit.
De naakte cijfers, 22 seconden op Ganna, 43 op Roglic. Ja, dat is heel veel. Meer dan verwacht, we hadden gezegd voor de rit op de klassementsmannen. 15 seconden zou een heel mooi resultaat zijn op deze tijd, maar ik mocht de roze trui niet van jullie nemen, maar moest ik te traag rijden, zou ik ook niet goed genoeg zijn. Dus super content. Het was het doel om gewoon zo rap mogelijk te gaan. En, ja, iedereen geklopt. Dat is heel mooi en een super start voor ons. Dat zal wel zijn. Brengt mij bij deze vraag. De enorme verschillen, toch wel in zo'n korte tijdrit tegenover Ganna, Roglic, Kung. Vooral op het vlakke uitgebouwd. Hoe kan het dat zo'n klein licht mannetje tegen die grote machtsmensen, Roglic even buiten beschouwing gelaten, dat hij zo'n groot verschil kan uitbouwen op het vlakke? Aerodynamica. Dat is het gewoon. En kracht. Ja. Dus dat kunnen die anderen bij wijze van spreken nooit benaderen. De Ganna's en de, die werken er ook op, veronderstel ik. Ja, je hebt een CX-waarde, maar die CX-waarde wordt gecreëerd door je fiets, je kledij en je lichaam. Je lichaam kun je niet veel aan doen als positie beginnen veranderen. Maar dat is er beperkt in hoe dat je gebouwd bent en ja, wie dat je bent. Hè. Dus met andere woorden, die mannen zitten met dikke problemen zondag. Vlakke tijdrit, opnieuw. Dat is niet de eerste keer dat we dat zeggen. Ik heb dat al een paar keer vastgesteld. Ik was er vorig jaar ook in de Vuelta. Een tijdrit die eigenlijk netto een beetje bergaf ging, want ze reden van het binnenland naar de kust. En in Spanje gaat dan altijd lichtjes bergaf. En het verschil dat hij ook daar sloeg, dat was echt fenomenaal. Ik heb dat al dikwijls ook gezegd, er is niemand die zo op vlakke kan rijden voor mij als Evenepoel. Dat is echt ongelooflijk. Het nadeel is, als je dan als renner achter zit, dan pakt er nog ik weet niet veel wind. Dus je voelt eigenlijk dat de wind op hem bijna geen vat heeft, net omdat hij zo laag zit. Dus met andere woorden, blijf recht, doe je ja, wat weet. Oké, maar hij is ook de lichtste. Waarom pakt hij dan wel 42 seconden op het vlakke tegen Roglic en maar 1 seconde in die laatste klim, terwijl hij toch de lichtste van de hoop is? Omdat de klim niet lang genoeg was? Ik weet het niet. Nee, maar ik denk dat we tijdrijden en klimmen een beetje moeten opsplitsen. Hè. We hebben het nu over tijdrijden op zich. Aerodynamica heeft op een klim helemaal geen waarde. Of, ja, toch wel een beetje. Een klein beetje, maar het is zeker niet zo relevant als in een tijdrit. En Remco is volgens mij een van de, misschien de meest aerodynamische renner dat er ooit geweest is. Met een huidige technologie hebben ze ook gewoon perfect kunnen kneden tot een kanonskogel. En ja, op het vlakke, lichtdalen, maakt allemaal niet uit. Als je daar een tractor steekt met dezelfde motor, of je steekt daar een kleiner aerodynamisch sportwagentje, die gaat harder gaan met dezelfde motor. Ja. Dus Remco is op het vlakke zeker de allersnelste van het moment. Vermogen is altijd relatief. Je zet dat uit ten opzichte van iets. Bergop is dat ten opzichte van gewicht. Dus dan is het goed van laag te wegen. En op het vlakke is dat ten opzichte van de CX. Ja. Hoe kleiner je frontaal oppervlakt, hoe minder krachtig... Hij had dat voordeel ten opzichte van Roglic, had hij... Op het vlakke een enorm voordeel. Ja, maar nee, in de klim toch ook? Dat valt nogal mee, want ik denk dat in absoluut vermogen Roglic misschien iets meer duwt dan Evenepoel. En in piekvermogen ook, denk ik. Ja. Roglic staat wel te boek als iemand die vrij snel kan sprinten ook. Dirk, trekt hij de lijn zondag door in de tijdrit? Ja. Wat we gezien hebben in de openingstijdrit gaat zich extrapoleren naar de... Ja, we mogen ook niet te rap zijn. Vandaag toch twee keer de grond geraakt. Daar worden nooit beter van. En gelukkig voor Remco, ook Roglic een keer gevallen. Dus dat zet de bordjes toch wat gelijk. Maar anders was dat toch wel zorgelijk. Dat zijn zo typische grote ronderitten. Dagen waarvan je op voorhand denkt, als je de roadbook aan het doorbladeren zei, 3 weken voor de start, oh, die een dag, dat gaat een gemakkelijke dag worden. Niet te veel. Regent, zoals van, inderdaad, dat is altijd zo de bijkomstigheden die er dan toch van maken dat het lopende dagen worden. En aan het eind van de tweede week zijn dat de omstandigheden die maken dat er toch meer vermoeidheid is dan dat je zelf had ingeschat. Ja, ik hoor jou zeggen, hij is op het vlakke, of enfin, iedereen zegt hier, de snelste, de man die het hardst kan rijden. Mag je dan ook verwachten dat hij bijvoorbeeld in staat moet zijn om op termijn het werelduurrecord van Ganna aan te vallen? Ik denk dat wel, als hij daar een doel op zich van maakt. Allee, zijn pakketje klopt gewoon momenteel. Hij heeft heel veel werk eraan besteed om goed te zitten op die tijdritfiets. Die tijdritfiets is ook gewoon goed. Zijn materiaal klopt, er is heel veel moeite gedaan in de bouw van dat stuur. Allee, het is eigenlijk een samenspel van een paar slimme mensen die dat de perfecte mold kregen om daar een figuur van te maken zoals Remco nu op de fiets zit. De mensen die het kan. En ik kan het, hij heeft de motor. En hij traint er veel mee ook. Ja, ja, veel met de tijdrit. Dat heb jij ook gezegd in de rechtstreeks, hoe behendig hij ermee is. Ja, maar hij straalt ook, en dat is een nieuw gegeven van de laatste jaren, denk ik. Hij straalt een bepaald comfort uit op zijn tijdritfiets die vroeger niet aanwezig was. Vroeger probeerden ze aerodynamica te verkrijgen door mensen extreem op hun fiets te zetten en dan ging het comfort vaak verloren. En dan kreeg hij inderdaad posities die soms snel waren, maar niet lang snel waren. Juist. Want je kon die positie niet vasthouden. En ik heb de indruk dat de laatste jaren veel comfortabeler, heel aerodynamische posities zijn gevonden. En je ziet het resultaat. Hebben we nog een update over Evenepoel? Heb jij iemand in het kamp Evenepoel nog gehoord na die dubbele valpartij? Papa gehoord. Papa gehoord. Ja. En? Hij zei dat het zou meevallen dat hij
de eerste keer niet zijn fout was, maar de tweede keer eigenlijk wel. Hij heeft hem geëxcuseerd, zegt hij. En hij moest eigenlijk nog een update krijgen van de blessures, maar die zal meevallen. Ja. Valt het dan, is het dan een geluk bij een ongeluk dat het regent vandaag? Dat je lang schuift bij een valpartij? Het hangt ervan af op wat hij geschuift. Ja. Het was oppassen. Ja, Ballerini was toch echt indrukwekkend. Ja, dat is de lang. Die was bijna aangekomen. Ja. Ja, maar ik heb gelijk Cavendish. Hij zou het wel geviseerd hebben, want hij had zijn fiets niet bij natuurlijk. Ja, maar was echt. En daar stond hij recht aan het einde van zijn val. Wat mij opvalt bij Remco is dat hij met beenstukken rijdt, met lange mouwen, noem maar op. Heel veel kleding. Dan heeft hij overschot. Dat heb ik juist tegen met Jan ook. Overschot. Overschot in de wedstrijd. En zonder handschoentjes rijden. Dan moet hij nog leren met handschoentjes rijden. Ja, jij rijdt daar nooit mee, maar jullie zeggen hij moet daarmee rijden. Ja, ik vind dat toch wel heel goed. Ja. Je hebt een beetje betere grip op je stuur en als je valt en je schuift met je handen op het asfalt, dan heb je hier tenminste geen blessure. Want je moet eens voorstellen dat je 3 weken lang met een open schaafwond je stuur moet vasthouden. Dat is niet gezellig. Waarom rijd jij er niet mee, Tom? Dat zeggen alle handschoentjes altijd. De echte mannen rijden zonder. Nee, dat is eigenlijk niet waar, want ik heb in het begin van mijn carrière, dat is compleet waar, hè. Dat is eigenlijk gekke werk, want een valpartij is snel gebeurd en als je je hand zet, dan kan het zijn dat je het koers zijn met een stom handwonde. Ik vertrouw dat gewoon niet. Dat doet bij mij pijn tussen mijn vingers en ik heb een heel slecht gevoel op mijn fiets als ik handschoenen aan heb en ik had dat niet als ik geen handschoenen aan had. Ondertussen, terwijl je uitleg aan het doen was, laat me weten dat de dokter Toon Kruijt een update gegeven heeft. Hij heeft pijn aan de rechterkant, ook aan het staartbeentje. Maar het is voorlopig alleen pijn, er is dus geen breuk vastgesteld. Hij gaat morgen gewoon van start, dus het zal dan dag na dag. Maar het probleem is, vrijdag wacht dan wel al een berg op. Ik wou net naartoe. Eigenlijk was een heel gelijkaardige valpartij als toen vorig jaar naar de Peñas Blancas. Ja. Dat was eigenlijk ook een valpartij weggegleden, omdat daar in het zuiden heel glad kan zijn. En je bent vertrokken voordat je het door hebt. Ook niet heel erg, maar toch, 2 dagen later, in die heel steile aankomst, hoe dat het juist noemde, dat ben ik vergeten. Maar daar zei je duidelijk dat Remco niet zichzelf was, hard aan het afzien was. Dus ik verwacht een beetje eenzelfde beeld. Gelukkig voor hem, Roglic ook gevallen. Juist. Dus ja, de bordjes hangen min of meer in evenwicht. Mm-hmm. Het heeft altijd een naslag. Het is niet dat je kunt zeggen, je staat terug recht en een dag nadien. Dat is vaak een misvatting bij heel veel mensen. En, het is oké. Okay. Ja, nooit oké. Okay. Je hebt er altijd een paar dagen tot een week last van. Je lichaam moet dat verwerken. En, dat is energie dat je moet besteden en iets dat je liever niet eraan besteedt. Want je hebt maar een beperkt batterijke dat leeg moet gereden worden op 3 weken. En als je dan nog een valpartij moet herstellen. Volgende fase die ik met jullie even wil bespreken. Gisteren op 6 kilometer van het einde alle knechten weg. Rond Evenepoel. Zat helemaal geïsoleerd. Zou jij er als ploegleider zenuwachtig van worden, Dirk? Niet direct. Van Wilder, Jan, die had een slechte dag. Dat was duidelijk. Die was ook ontgoocheld als hij aan de bus gekomen is. De rest die even de vervaken was goed. Serie misschien iets. Als je iets minder zet, is het beter dat je laat trek lossen. Laat de kopman wel alleen. Ik weet het. Hij kan lekker rijden. Hij kan zeker lekker rijden. Dat was Van Wilder nodig, omdat hij dezelfde fiets heeft. Ik heb dat vandaag ook gezien met Roglic. Bouwman geeft trek zijn fiets af. Hè. Ja. Dat is ook dezelfde maat. Ja, gisteren had een zware dag geweest. Hele lastige rit. En als dat hun enigste slechte dag is in die grote ronde, dan mogen ze van geluk spreken. En dat is het natuurlijk langs de positieve kant bekijken. Wat tuurlijk, je, je moet dat zo bekijken dat je dan ploegleider ook, met de ploeg, met een paar elementen, toch een slechte dag hebt. Tuurlijk. Tja, maar ik vind het heel rap om nu iedereen te gaan afschrijven. Nee, belangen niet. En ik stel alleen maar vast dat je nog wel 2,5 weken verder moet en dat er toch een paar elementen gisteren getoond hebben dat ze kwetsbaar zijn. Ze hebben ook al een paar dagen leiderstrui verdedigd. Je moet dat niet vergeten. Ik denk, maar Van Wilder die doet toch relatief weinig. Ja, maar dat maakt niet uit. Je zit vooraan in die groep. Je hebt die stress van dat vooraan moeten blijven. Die trui zit daar. Die laatste 20, 25, 30 kilometer is dat de voorbereiding van de sprint. Dat mag niet gevallen worden. En Siena, dat brengt heel veel druk mee op een ploeg. Ja. En het weggeven van de leiderstrui, je dat zo mocht noemen, dat zal op termijn volgens mij een goede zet blijken. Omdat je die ploeg gewoon heel hard ontstresst. Niet alleen de Remco die moet ontstrest worden. 3 weken op 100% stressniveau zitten in een grote ronde is altijd erger dan maar 2 weken of een week op hoge stressniveau zitten. Ik vond dat ze vandaag een goed daar pakten, maar ook bocht op 7 kilometer van het einde. Daar waren zij wel met 4 in die bocht en dat wou iedereen vooraan zitten. Hè. Ik vind dat ze dag na dag bekijken. Ja. Je moet het, in een rittenkoers dag per dag. Als het zich doorzet, bijvoorbeeld vrijdag, dan moet je wel gaan zeggen. Ja. Dan heeft de rest dat ook gezien. Mm. Nu is er een beetje twijfel bij nu de rest. Nu zijn ze nog niet bezig in die andere bussen van. Bevallen ze aan? Nee, want uiteindelijk vond ik dat ze het heel goed deden. Want na de tweede klim, dus met alleen nog de slotklim te gaan, waren ze eigenlijk echt tijd aan het terugpakken op die vluchtersgroep. En ik had daar de indruk, als er dan een ploeg met ambitie ging komen, zoals Jumbo-Visma, daar mogen we dat van verwachten, of van Ineos, dat die wel
bereid waren, Quickstep, om iemand bij te zetten om het gat nog dicht te rijden en voor de overwinning te gaan. Maar vermits dat geen enkel ander ploeg steun kwam bieden, hebben ze toen precies de teugels gevierd en is de voorsprong rap opgelopen. Maar allez, ik ben vooral ontgoocheld eigenlijk momenteel in de ondernemingslust van de andere ploegen. Dat valt echt tegen, vooral gisteren. Ja, er komt een vraag binnen, laat me mij weten, van een zekere Koen Bouwens. Waar zit Koen Bouwens ergens hierin? Die zit hier centraal, de man met het blauwe hemd. En die zegt, zet Evenepoel in de trein van Ineos en hij wint soeverein de Ronde van Italië. Dat begin ik ook te denken, maar wat dat mij vooral stoort, is dat Ineos precies naar Italië is gekomen. Dat zijn precies extra ploegmaten van Remco. Bof dan. Ja, eigenlijk wel. Tof voor Remco, maar heel negatief voor de kijker. Ik stoor me een beetje aan de manier van werken bij Ineos. Die hebben zoveel menselijk kapitaal, maar die zetten dat heel slecht in. Dat is juist een ploeg die zo sterk is in de breedte, die rendement moet gaan halen door renners van vroeg in de aanval te sturen. Ze hebben ook bijna 5 kopmannen. Staan daar nog altijd met 5 die niet lossen als berg opgaat. En dan, in tegendeel, zie je dat die toch altijd bij elkaar blijven. En dan beginnen die tempo te rijden op een slotklim waarvan dat ze weten dat ze nooit iemand hebben die Remco of Roglic kan gaan lossen. Ik vind dat een heel rare tactiek. Ja. Houdt het voorlopig nog steek, Mark, wat ze hier allemaal aan het zeggen zijn? Nog niks? Ik wist het ook allemaal, maar ja. Ja, ze waren er niet voor. Wat brengt de Giro de komende dagen, mannen? Morgen naar Napels? Gevaarlijk, terug als het morgen terugregent in het zuiden en Napels zeker. Dan gaat het zoals vandaag zijn, hè. Veel valpartijen, nerveus. Opletten dus. Opletten, hè, maar dat gaat het alle dagen zijn als het regent in het zuiden. In de Kools is dat wat anders. In Dolomieten mag dat regen, dan zijn de risico's bergop en bergaf die kalkerijen in. Maar nu gaat de meeste tegen 50, 60 nee, die bochten in de finale. En daarmee gebeuren ook de valpartijen. Ja, ja, dat is eigenlijk. Geweest, Mark? Ik ben nooit in Napels geweest, ja. Het is gewoon gladder in het zuiden dan dat in het noorden is. Ja. Omdat daar toch niet altijd regent. En, het zijn oudere auto's, daar wordt wat olie gemorst. En op de een of andere reden is dat heel moeilijk, ook in Spanje, om de baan te houden vanaf als het begint te regenen. Oké. Okay. Dus het zal morgen niet anders zijn. En ik denk dat ze een stukje de Amalfitaanse kust volgen of zoiets. Ja. Zou kunnen. Het had bij mooi weer de mooiste rit van de Giro geweest. Dat zal niet worden. Maar jij bent dus ooit in Napels geweest, Mark, daar wou ik naartoe. Ja, ja, ja. Met José de Kouwer. Voor Supersport met José de Kouwer in 96 of in 97 en ons verslag is gedaan. En José zegt, waar staat onze auto eigenlijk? En we waren daar met Renault Espace, waar ik achter gefietst had toch. En ik kijk zo op de eerste verdieping op de perstribune en ik kijk zo eens en ik denk, José zit daar, die zo, een man of 10, 12 die wat hoger staan dan de rest. Daar zit onze auto onder. En dat bleek dus ook nog te kloppen, hè, want ik ging daar naartoe en ze zagen waarschijnlijk aan mijn lichaamstaal dat ik iets met die auto te maken had. Dus die sprongen allemaal van die auto af en van de bumper ook, want die hing er ook half af. En dus dat dak was echt klaar om vis te kweken. En wij gingen naar de politie daar in mijn beste Italiaans, maar die mannen zeiden direct van, ja meneer, dat begrijpt u toch ook, we gaan die nooit vinden. Hè. Ik bedoel, zet u een auto fatsoenlijk. Hè. Ja, in Napels kijken ze er niet naar. Ja, die mannen hadden een goede koers gezien natuurlijk. Dat is wel waar. Zeg, er zijn nog wat vragen binnengekomen van mensen. Onder andere over wat er vandaag gebeurd is. Zekere Dries, excuseer me, de achternaam stond er niet bij, anders zou ik hem zeker uitgesproken hebben. Demareren wanneer er een plaspauze wordt gehouden door de concurrenten. Don of not don? Ja. Dat over het vrouwenwielrennen. Maar voor een stukje ook over vandaag. Hè. Doortrekken dan, demareren. Ik vind het relevanter over vandaag dan. Ja, maar wanneer is het doorgetrokken vandaag? Nee, niet. Maar hij zegt, moet je demareren, moet je doortrekken. Wanneer? Daarvoor is de ronde. Gevallen was, excuseer. Ah, gevallen was, gevallen. Nee, dat moet je niet doen. En het was verstandig van Soudal, Quickstep, om dat niet te doen op het einde. Want daarvoor was Remco al eens gevallen met die hond. En toen was er heel ostentatief gewacht door heel het peloton. Dus het zou een heel slecht signaal zijn, na 4 dagen Giro, om dan te beginnen doorrijden als je belangrijkste concurrent valt. Want het is nog lang Giro, dat moet je in het achterhoofd houden. Dag 17 kun je zeggen, we gaan doorrijden. Dat komt ons goed uit. Maar dag 4 is nog lang en dat komt sowieso terug. Zo denkt hij, Jan. Ja. Zo denk ik niet. Zo dacht ik. We waren op 7 kilometer van de streep. Ja, ja, ik weet, maar ik denk... Ja, dat is een beetje heel dubbel altijd, want je kunt, ik ben ook altijd voorstander als er een valpartij is, een oneerlijke valpartij, want dat is eigenlijk altijd oneerlijk, dat er dan eigenlijk een neutralisatie volgt. Maar dat is zo moeilijk om dat altijd goed te doen. Omdat je vaak in situaties zit dat de koers al bezig is. In de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, als je naar de Taaienberg aan het vliegen bent en ze vallen, zoals ze vaak doen, kun je ook niet gaan zeggen we gaan wachten op die jongens tot die teruggekomen zijn. Er zijn ook vaak favorieten bij. Dus dat is een moeilijke, maar op het moment dat het kan, moet je dat absoluut doen. Dirk, had jij doorgetrokken? Vandaag was het ook de laatste 7 kilometer. Ze hebben gevochten om die in bocht te pakken. Ze zijn er met 4 goed door.
Ja, de rest, het is finale. Het is de laatste 7, niet de laatste 80. Hè. Dan zou ik wachten. Koers is koers. Maar de laatste 7 zou ik doorgenomen. Dat zal ook niet gevallen hebben de laatste keer ook. Ja, dat hij dan in een nog met 25 bij in. En het is nog 7 kilometer. Dat pakte misschien 30 seconden. Dus niet veel. Dus. Maar je moet een keer 30 seconden proberen weg te rijden. Ja, het is wat het is. Ze rijden, het is finale. Ze rijden ook zo hard na die bocht. Om vooraan te zitten, om niet, om niet te moeten vallen en niet te moeten in de risicozone te zitten. Ja. Je kunt ook beter wat medestanders hebben. En Remco, na zijn eerste valpartij, rijdt hij naast een wagen van de medische of van de organisatie, ik weet het niet. En it's always the same in Italy. Opletten. Zeker morgen niet in Napels. Nee, echt waar. Dus, daar, durven ze nog eens, daar durven ze nog eens van achter het hoekje te komen. Nee, dat kun je een slecht nacht hebben ook aan een hotel. Ook. Ja, waarschijnlijk. Of 6, 7... Nee, paardenkopje. Vraagt hem een voetballist al. Ja, dat in Italië gaan voetballen, niet simpel. In ieder geval, vragen mogen altijd doorgestuurd worden. Zeg maar, is dat manier om telefoonnummers te scoren? Dat je uiteraard. Maar voorlopig is het wel van Dries, van Koen. Dus ja, laat maar komen. We zien wat er nog allemaal tussen zit. Ja, het is ook een thuismatch voor hem hier. Hij heeft al die nummers al hier. Brabant, ja. Goed, we gaan verder naar het volgende verhaal. Ik denk tijd dat we doorsteken naar Dirk de Wolf. Met een waar of niet waar verhaal uit jouw rijkelijke grote ronde carrière, Dirk. In de Giro van 92, dacht ik, zit ik met Bugno in de ploeg, met Fignon. We hebben een bergrit in de sneeuw en de regen. En ik zit er dus een man op 30, 40 weg. En wie zie ik in één keer langs de kant staan? Laurent Fignon. Ik zeg, dat kan niet. Ja. Ik stop. Ik zeg, wat scheelt er, Laurent? Ik zei, ja man. En ik had een basje in mijn zacht zitten van achteren, dus een regenmantel. En dat was van Gore-Tex. Topkwaliteit. Geef hem dat aan. Doe mijn armstukken aan, geef ze hem ook. Zeg, kom, naar beneden. Het is wolvenweer. Ja, het is wolvenweer. Ik voel dat, toch niet. Pap probleem. We komen binnen, ze staan ook te bibben. Hij doet dat jasje uit. Oh, merci. 2 dagen erachter. Wie wint de rit? Laurent Fignon. Geen valling. Nee, ik zeg tegen hem, de wolf in de valling. Hij zegt, merci beaucoup, Dirk. Dit en dat, altijd een goede vriend gebleven van mij. Spijtig, te vroeg van ons heen gegaan. En eigenlijk was dat een verhaal waar dat hij wel het klassement in de Giro, maar anders ging hij opgeven. Laurent Fignon ging opgeven bij Gatrit. En dat was, wij waren nog maar een dag of 10 ver. Bugno en Giro viel ook al wat tegen, tweede of derde, maar dat was veel te ver voor Bugno. En Fignon heeft me altijd dankbaar geweest dat ik mijn jasje afgaf. Want het was 3-4 graden. Jan weet dat je op 2000 meter en je moet nog dalen. Ik deed dan nog gans de afdaling, want dat was altijd nog gelost met mijn basje aan. En ik heb hem altijd nog een paar keer geduwd toen wij binnen waren. Juist binnen tijd binnen. Dirk, wat een barmhartige Samaritaan. Ja, voilà. Ongelooflijk. Dat heb ik eigenlijk gedaan voor Laurent Fignon. In mijn tijd bij Gatrit deed ik ook soms nog goede dingen. Ook, ja, de bas van de wolf heeft Fignon gered. Eigenlijk is dat... Gorotex bas. Ja, oh ja, maar ja. Kassa. Ja, oh, ja, nu we toch bezig zijn, misschien Jan, heb je nog een pakket onder de tafel staan? Ah, Jan, is dat voor mij? Voor wie is dat hier eigenlijk? Het is genoegzaam bekend dat wij een wielerclub Patage WhatsApp-groepje hebben. Ja. En Mark was op zoek naar iets nieuws. Een fiets, namelijk. Ja. Ja, het is zoiets ongeveer. Ik kwam een beetje tegen, maar goed, ja. Dus ik dacht, ik ga hem verrassen. Ja, met dus wat? Mark, voor jou. En je krijgt een break, Ruben. Nee. Mijn verhaal is goed, zeker? Is toch... die... Ja, dat is goed, hè. Ja. Wat doen, is perfect. Ja. Ik kom erop terug. Een helm. Eigenlijk was de bedoeling dat je dat extatisch ging uitpakken. Ja, maar dat is fantastisch. Nu hoop ik dat hij past, want ja, Mark is toch... Nee, dat gaat een dikke kop. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Voilà, zo mag je een hele uitzending. Hola, 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 hola. Prachtig. Het is hier in mijn wifi. Ja. Het is hier in mijn wifi. Dus ja, dat is voor, er zit een chip in. Dus je kunt dat met mijn telefoon scannen en dan weten wie dat daar ligt. Oh. Wat een luguber idee. Jan, wat een luguber idee. De Jan heeft kosten nog moeite gezet. Ja, ja. Een obli van Alibaba. Kent hem, hè. Je kent de Jan, hè. Niks is goed genoeg voor zijn vrienden. Nee, ik zeg, het beste is wel goed genoeg. 23 euro, zonder een al. Ja. Mijn vrouw weet nu waar ik zit, of wat? Ja. Weg met die helm. Ja. Dat is de essentie van wielertoerisme, dat hij dat niet weet. Ja. Want dat is nu, ja, je kunt 5 uur verdwijnen en dat is normaal als je hebt hem. De Jan op de stoel vallen.
Ja, Dirk, sorry. De men... Was het verhaal af, Dirk? Oh. Ja, het was al uit. Het is nu al 5 minuten af, eigenlijk. Ja. We moeten nog vragen of het waar of niet waar was, natuurlijk. Dus anders, ja, heeft kan de Bas... nog een verhaal anders. Ja, we zullen al beginnen met dit. Dat is voor volgende week. We moeten volgende week in Gerardsbergen nog radio of podcast gaan maken. Oké, okay, de mensen die denken dat het verhaal van Dirk waar is, steek uw hand in de lucht. Amai. Mensen geloven jou nogal, Dirk. Dat weet ik ook wel. Echt ongelooflijk. Ik heb al die en thuis soms een keer gelogen, niet. Joh. We komen op privéterrein terecht, maar dat mag allemaal. We zijn in het seizoen van de grote rondes beland. Ik wil even checken, hoeveel grote rondes heb jij gereden? Gereden? Ja. Goh, geen idee. Stuk of 16? 16. Dirk, heb jij een idee? Ik denk 5 keer Tour, 1 keer de Giro, 1 keer ronde was Spanje, dacht ik. 7-tal. 7, 8, kan eraf. Ik heb 14. Bijna allemaal Tour? Nee, een paar keer Giro ook. En de Vuelta? Nee, 15 zelfs. Ja, 15. Ja, 5 Vueltas, 6 Tours en 4 Giro's. Oké, okay, dus heel... Nee. 5 Giro's. Ja. Nee, 4 Giro's. Dat is maar een detail. Je mag er nu over ophouden. 4, 6, 5. Ja, ja, allee, vooruit. 4, 6, 5. Enfin, veel ervaring samen, dus je hebt er nog een hoop becommentarieerd. 5 Tours, 2 Giri. Ja. En dos... Nee, 1 Vuelta. Vuelta in Spanje. Ja. Veel ervaring dus. En een aloude wielerwijsheid zegt dat de derde week cruciaal is, dat daar ja, alles beslist wordt. Dan vraag ik me af, is dan alles wat nu gebeurt zonder betekenis? Nee, zeker en Bas niet. Hè. Al wat er nu in de regen gebeurt, dat gaat binnen een paar dagen zijn nevenwerkingen hebben. Hè. Renders gaan ziek worden, renders raken oververmoeid, gemakkelijker lossen, buiten tijd. Als dat nu nog moest 3, 4, 5 dagen voortduren, zo slecht weer. Dat, het is ook een zaak van te zien. Allee, dat is allemaal wel goed en wel. In de derde week wordt het verschil gemaakt. Maar het is ook wel een zaak van te zien dat je het al niet verloren hebt voordat je aan de derde week begint. Dat is, ja, ze zijn daar heel goed in bezig. Je staat in pole position om die derde week aan te snijden. Ja. En het is toch altijd een voordeel om die derde week conservatief te kunnen rijden en een beetje defensiever dan echt iets moeten gaan recht te zetten. Interessante uitspraak, sorry Tom. Nee, ik ging nog zeggen dat vaak de cruciale momenten in de grote ronde, een bepaalde tijdrit of een bepaalde beklimming, wat dan volle mak in beeld wordt gebracht. Hetgeen wat je daar ziet, dat is eigenlijk bijna irrelevant. Want wat je daar ziet plaatsvinden, dat heeft in die 2 of 3 weken ervoor, is dat allemaal een schaakbordje. En je start eigenlijk met een grote cake, je snijdt er al een stukje af. En de ene dag is dat wat breder dan de andere dag. Maar die geraakt op. Mooie boutade. De manier waarop dat je dan op zo'n slotklim aankomt, dat is niet bepaald op die dag zelf. Dat is de dagen en de weken ervoor al bepaald hoe je daar omhoog gaat rijden. Ja, interessante uitspraak van Thomas de Gent in een bevriende podcast. Je kan nooit beter worden in een grote ronde, maar wel de eerste 2 weken op economie proberen rondrijden. Weinig in het rood gaan om dan in week 3 te pieken. Is dat ongeveer de filosofie? Dat is moeilijk als je sprinter. Hè. Ja. Of als je moet volgen bergop. Ja. In de alle dagen in de eerste week. Maar misschien dat je minder snel slecht wordt dan de anderen. Maar dat is in de 100 meter vlak van de atletiek juist hetzelfde. Ze denken altijd dat die mannen op het einde nog sneller lopen. Maar het zijn dus zolang mogelijk de snelheid aanhouden. Ja, nee, die valt ook stil. Ja. De maximale snelheid wordt niet op de streep bereikt. Hè. Maar die anderen bouwen sneller af en die zijn tweede, derde en vierde. Ja. Een moeilijke zondag zeggen in de tijdrit, gaan op mijn gemakske rijden. Ik land wel allemaal de laatste week in, dat gaat niet. Hè. De kopmannen moeten zondag proberen van alles binnen de minuut of de 2 minuten te halen. Hè. Ja, lift nog iets korter, want 2 minuten is al heel veel. Ja, maar tussen de minuut en de 2 minuten gaan het zijn. Ik denk het ook. Ja. Heeft Remco op de andere? Tuurlijk, ja. Wat dacht je? Ik weet het niet, Dirk. Je moet zo vies niet zijn. Hij gaat 55, 57. Hey, wat dacht je, joh? Ja. Of ze biedt? Ja. Dat zijn zijn doelen, die 3 tijdritten. Daar kan hij ongeveer een drietal tussen de 3 en de 4 minuten pakken op zijn meeste tegenstander. Vlasov, noem ze allemaal maar op. En haalt dan maar een keer bergop in. Dat kan alleen als je echt een slechte dag hebt. Ja. Maar, ja. We proberen nu grote rondes een beetje samen te vatten of uit te leggen in bepaalde koerstactieken. Maar de beste samenvatting van een grote ronde ooit is gegeven door een gewaardeerd lid van wielerclub Wattage. Hoe dat precies in elkaar zit. Ik heb al een vermoeden. Enige echte Tom Bonen. We gaan luisteren. De grote ronde, hè, dat is eigenlijk 3 weken mottig zijn. Je staat 's morgens mottig op. Je eet, je bent nog mottiger. Je gaat koersen, je bent nog mottiger. Je probeert erbij te stijgen, je bent nog mottig. Tegen dat je aan de finish bent, zijn de juiste bikken normaal. Dan moet je terug beginnen eten, dan zijn je terug mottig. Tegen het avondeten heb je terug een bikken honger. Dan eet je terug, zijn je terug mottig en dan wel mottig slaap.
En als je gelukkig krijg je geen diarree. Voilà. Dus ja, dat was de samenvatting. Ja, dat is zo. Top, hè. Zijn jij ook mottig? Ja, ik ben mottig geboren. Ja, ja. Waren jullie van die mannen die met de maag in de problemen kwamen? Ik vond het vooral heel goed geïllustreerd met dat beeld van Kittel. Ja. Dat is echt met lange tanden, zo zijn derde. Of dat het gewoon herkenbaar is voor mannen die wat beter bergop kunnen. Ah, wel, maar ik daar eens even op. Ja, graag, Tom. Dat is een groot verschil en dat heeft niks te maken. Hè. Maar ik woog 82, tussen de 80 en de 82 kilo in de grote ronde. Ik ben 1,93 meter en ik moet heel veel drinken. Want ik zweet veel, ik moet gewoon meer spieren, ja, koelen en alles. En op een of andere manier, vanaf dat je een bepaald punt passeert van vloeistof dat je moet binnennemen, dat gaat gewoon niet meer. En je moet daar dan nog eens suikers op eten en voldoende voedsel. En bepaalde dagen zat ik op 10.000 kilocalorieën op een dag. Hè. Dus dat moet ik allemaal terug binnensteken of je ze afbraken. Dat is ongeveer 5 keer van wat een normale, volwassen man eet, ja, per dag, ja, hadden wij op 1 dag op. Ja. En dan nog eens 10 à 11 liter water op een warme dag. Gezellig. En dat gaat gewoon op een duur nummer. En ik heb jaren gehad dat dat passeerde, vaker als het wat frisser was en dat je wat minder moest drinken. Maar ja, een manneke van 60 kilo moet veel minder eten en veel minder vocht tot zich nemen. En die maag kan dan gemakkelijker blijven trekken. Ja. Dat was voor mij vaak een martelgang. Kan ik daar wel de mottig van, hè? Ja, maar de jaren dat ik, het jaar dat ik de groen trui gewonnen heb, dat was mijn beste tour. Toen was ik in de laatste week eigenlijk echt goed. Toen was ik zelfs bij de betere bergop, comfortabel volgen bij de eerste groep. En toen heb ik eigenlijk gewoon, denk 2 weken voor de tour begonnen op een dieet van bananen, rijst, kokoswater en ik heb toen geen kruiden op mijn kip gedaan, geen vlees. Want je mag niet wel verbelasten. Ik heb dat 5 of 6 weken volgehouden. Gezellig. En iedere dag hetzelfde. Iedere dag hetzelfde en ik ben niet ziek geworden. Ja, mensen moeten wat veranderen. Mensen dat er ergens iets op in. Op een duur toch met een beetje tabasco. Voor het wat af te kruiden. En ik kom uit een tour en ik ga dinsdag een frit halen en ik heb maagzweer. 3 dagen plat. Jan, had jij een betonnen maag in de grote rondes? Ik herken het verhaal van Tom wel. Op den duur heb je zoveel van die zoete dranken binnen dat je gewoon het niet meer kunt zien. En dat je echt, allee, ik kreeg dat toch tijdens de rit zo begint te hallucineren dat je iets zout wil. En bij mij werd dat het beeld van een pizza. Zo ben ik ooit in. Dus jij zag allerlei pizza's aan de kant van de weg op. Ik ben ooit bovenaan gekomen in een Pyreneeënrit. En het was zo, ja, het kan daar zo laf warm zijn. Ja. En het was de tweede week ten einde geweest. En ik had dan ook dopingcontrole tot overmaat van ramp. En het was niet goed geweest. Allee, ik stond al wat lastig en ik zeg tegen de perschef... Ja, dat kan af en toe wel eens gebeuren. En ik zeg tegen de perschef... Maintenant, een pizza! Zelfs al waren we in Frankrijk, dus dan kon ik dat... Je weet dat dat heel slecht gaat zijn. Dat kun je wel voorstellen, hè. Hoe erg dat was. Ja. Ja, het is. Dus, de brave man, dat was Yves Perret, die ging wel met mij een pizza zoeken. We zijn dan zo naar de dopingcontrole geweest. En toen was het allemaal wat bekoeld, maar je moet soms echt iets hebben waar je zin in hebt. Ik liet pistoletjes en rijstballetjes maken. Rijstballetjes met... Dirk, we zijn hier heel... Ja, ik kan niet dronken, niet van Tom aan het horen. Rijstballetjes met spek. Mm-hmm. Spek en bruine rijstballetjes met spek. En bruine suiker en pistoletjes met gewoon zoute dings. Ja. Dat ging... Ja, ook makkelijk. Tom, nooit niet geprobeerd met pintje op Alpe d'Huez en al pintje champagne. Jij hebt pintjes gedronken op Alpe d'Huez? Altijd pintjes. In de bus met Marc Sergeant, met Guy de Bontempi, stond... Zatlap. Nee, die dat was allemaal veel beter dan die zoetigheden natuurlijk. Die pintjes waren die aan afgooien bij Hilaire, die met Bukler 0.0 had. Nee, dat was bij Hilaire zijn vriend. Je hebt er nog een reportage over van gemaakt met zijn busken, zijn Volkswagen. Die gaf ons... Ja, maar die gaf later. Maar die gaf ook kokka, maar dat was een goeie, Jan. Dus kokka, pintjes. Dat slechtste dat er is, jongen. Ja. Een goed koud pintje en dan naar boven. Ah, wel, nu dat we toch over kokka bezig zijn, ik zal mijn sterk verhaal vertellen. Ja. Ik ben ooit dus... Lucien. Ik ben met Lucien, ik ben ooit met Wolf op stage geweest naar Livigno. Dat was de befaamde lottostage met Livigno en Wolf altijd achter ons volgen. Dit is geen waar of niet waar verhaal. Ofwel. Ja, dit is wel een keer. Okay, ja. Anders moet ik nog iets anders verzinnen. Ja, het is goed, het is goed. Dus we gaan weer eens trainen. En Wolf was ons kwijtgespeeld. En Wolf begint te bellen naar Jelle van Endert en zo. Ja, waar zitten we? Ah ja, Wolf, we gaan nu hier al terug naar boven rijden naar Tirano. Helemaal godverdoemen, hoe kan dat nu? Ik dacht dat je naar de Gavia ging oprijden en ik zit hier al die Gavia op te rijden. En hij was natuurlijk goed gas aan het geven en je stomp ik aan boven op de Gavia. Maar wij zaten in een terras in Tirano. Gemakkelijk.
twee uur de andere kant op. En in plaats van dat de Wolf in colère zegt van nu rijd ik terug naar Livigno. Hey, dat ze het maar uitzoeken. Wij moesten dan nog heel lang een pas naar St. Moritz op, de Bernina-pas. En ja, vlak voor de top rijden zo naar Livigno, de Forcola de Livigno op. Hij heeft de Wolf helemaal rondgereden om ons te komen oppikken. En dat is de Wolf. Hè. En ik heb ze dan nog opgepikt ook. Ik had ze beter laten staan. Hij had die dan nu niet gestaan, die klein. Ja. Ja. En dan is hem opgevreten. Ja. Je bent goed voor deze wereld, Dirk. Ja. En een dag nadien natuurlijk. We hadden het nu door. Hij is tot alles bekwaam. Dus we zeiden, ja, we gaan zo en zo rijden. En we hebben hem dan ergens anders in gestuurd. Dat is profitariaat eigenlijk. Ja. Ja. Toen zat dat gewoon vast aan de andere kant van die tunnel. Hè. Ja. Dus... Livigno is eigenlijk maar langs drie kanten bereikbaar. Dus je hebt de Foscagno-pas, de Forcola-pas en dan heb je nog zo'n Mark tunnel. Mark is weer aan het uitpakken. Ja. 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 Welke wijn hebben ze daar? Dat is de Valtellinese wijn. Ja, is... Beneden is bon, ik denk dat het niet waar is. Ik wou net vragen, ja, wat is er waar of niet waar aan het verhaal? Ja, dat weet ik niet. Het, ja, okay. Dus jij wil het nog in het midden laten of het niet waar zou zijn. Maar ja, oké, okay, mensen... En wij de Wolf kilometers laten rondrijden... In Italië? Ja, om zelf op een terras te zitten twee uur verder. Dat is eigenlijk samengevat verhaal. Oké, okay. Wie denkt dat dit verhaal van Jan klopt? Ja, je hebt het ook nog ongeveer verkocht ja, als dat het waar was. Ja. Dus, het zou mij sterk verbazen mocht het nu niet waar zijn, maar het kan natuurlijk altijd. Mannen, hopelijk hebben jullie van de pauze van de voorbije twee weken gebruik gemaakt om jullie wielerkennis een beetje bij te spijkeren, want het is hoog tijd om opnieuw te gaan quizzen. Niet afkijken, Tom. Ja, Remco Evenepoel won zaterdag de openingstijdrit. Was dat hier? Ik ga een meter achteruit. Ja. Remco Evenepoel won zaterdag de openingstijdrit. Daarmee was hij de hoeveelste Belg, Jan, die een Giro-etappe won? De 161ste. Nee, dat waren het aantal etappes. Ja. Hoeveelste Belg? Ah ja, de 50ste. De 50ste, ja. Inderdaad. En hij komt daarmee in een rijtje van 27 Belgen die één rit hebben gewonnen. Dat is de vraag niet. Als Remco er nu nog eentje wint, dan mogen we het toch aannemen, dan komt hij uiteraard op twee. En er zijn 9 Belgen die dat nu al gedaan hebben. Desiree Keteleer en Gerard Lonke geef ik uiteraard cadeau. Die moeten jullie niet raden. Die wist ik. Ja. Dat is speciaal voor jullie. Ja. Jullie krijgen 60 seconden zo meteen aan jullie om te raden wie de andere landgenoten zijn die twee Giro-etappes op hun erelijst Freddy hebben Martens. Staan. Thomas de Gent. Thomas de Gent. Freddy Martens niet. Thomas de Gent wel. En die merkt Roger de Vlaanderen. Nee, twee. Ah, twee. Geen 23. Oei. Johan de Munck. Philippe Gilbert. De Munck inderdaad. Philippe Gilbert niet, die heeft er meer. Sercu. Nee. Emiel Dams. Afgelezen, jongen. Ja, wie was Emiel Dams? Smeerlof. Nee. Tijd loopt, hè. Tijd loopt. Hey, kom, jongens. Herman van Springel? Nee. Denk aan Freddy Maartens. Oh, ik doe het. Ik denk er nu aan. Freddy Maartens en... Mark de Meijer. Mark de Meijer. Man uit Gent. Snelle man. Groene trui. Van Linden. Nee, Van Linden komt uit Antwerpen. Ja, dat weet ik ook. Gent. Het Gentse. Accent, Gents accent. Ah, ik denk... 1984. Keijsen. Groene trui. Ah, nee. Oh, Freddy de Kerk. Osten. Ja. Frank Osten. Denk aan Bart, aan Geert, aan vader Luus. Welles. Tim Welles. En nog één iemand uit het kamp Merckx. Faema, Molteni, verschillende jaren. De schoenmaker. Nee, het is gedaan, jammer. Dat was van in het begin. Dat is wel vet en moeilijk. Kost een hele meer afgezien, Emil. Nee, maar Tim Welles was naast. Roger Swerts. Ah, ja. Roger Swerts heeft er ook twee. Ik kan zeggen, je moet zo niet roepen, want wij kunnen daar niet tussen komen. Sorry. Dus met andere woorden, mijn fout dat je dat wist niet hebt gehad. Je moet gewoon rustig blijven en dan zeggen we nee, maar het heeft ermee te maken dat die koersen werden nooit uitgezonden rechtstreeks. Ja. En Johan de Munck wint de Giro, dat hebben we alleen maar samen met mensen in Ik heb dat daarnet nog gezegd, de Giro, zelfs als actief renner, we volgen dat eigenlijk. Ja, vaak, ja. Dat is maar de laatste jaren begonnen. Ja, dat is echt waar. En nu met de Remco Evenepoel Mania is dat nog meer. Het wordt al flink gehyped. Laten we allemaal rustig blijven. Denk ik dat ook de boodschap moet zijn naar de buitenwereld. Het is nog lang niet. Ja, maar we doen er zelf aan mee. Ja. We zeggen toch niet dat hij hem gaat winnen? Je ziet toch al links of rechts. We hebben gewoon gezegd dat hij de tijdrit gaat winnen, Jan. Jan, alleen zondag. Ja. Ondertussen, mannen, is ook de Vuelta bij de vrouwen afgewerkt. Van Vleuten heeft hem gepakt na een listig manoeuvre op zaterdag. Veel karakter op zondag in een duel tegen Demi Vollering. Eerste vraag, Dirk. Is het een goede zaak voor het vrouwenwielrennen dat het ook eens hard tegen onzacht gespeeld wordt? Dat ze niet te lief zijn voor elkaar. Ik vond Vollering de beste. Vollering heeft ook zondag bewezen dat ze een klasse sterker is. Maar... Ik moest van Vollering geweest zijn, aan de voet al meer demarages in gelegd hebben. Dat is het
pijnpunt. Ze wachten te lang. Ze wachten. Ze reed altijd dat tempo. Als dat meisje dat bij haar was... Die... Realini. Ja. Als die niet demareert, lost Van Vleuten direct niet. Dan verliest ze. De... Ze moest sneller gedemareren. Maar wat ze een dag ervoor gedaan, dat heb ik niet gezien. Ik heb één wedstrijd niet van de dames gezien. Dat was die. Was zij juist op die moment... Blijkbaar. Plasje, we hebben ook geen beeld van. Het begon maar op 45 kilometer van het einde. En toen was het was al geplast. Maar dan wordt gezegd dat dat vorig jaar in de Tour is gebeurd. Ja. Nee, toen had Van Vleuten op de slotdag had die, probleem met de fiets. Daar twee, drie keer van fiets gewisseld. En hebben ze toch nog geprobeerd om haar op achterstand te zetten. Wat eigenlijk Mission Impossible was, want ze had toch al 8 of 9 minuten voor op dat moment. En men zegt nu dat dat payback time was. Bestaat, ik heb dat juist gezegd. Neem een coureur dat mee? Ik denk dat dat van renner, renster, van mens tot mens afhangt. Hè. Ik denk dat er mensen zijn die daar zoiets meemaken en dat direct opbergen en vergeten. En ik denk dat er mensen zijn dat dat 30 jaar meedragen of 40 jaar meedragen in hun leven. Dus het zou kunnen, maar ja. Maar het was wel wie zijn wij, magnifiek, die laatste twee ritten. Ja, dat echt magnifiek. Opgeleverd ook, ja. Maar ik heb wel geconstateerd dat Vullering veel beter was de laatste dag ook. En de ganse ronde eigenlijk beter was. En de ganse het voorseizoen al veel beter was dan Van Vleuten. Maar wie wint het eindklassement? En binnen 2 of binnen 3 of binnen 4 spreken we daar niet meer van. Heeft dat vallen. Ja. Dat is hetzelfde met vandaag. Had Remco doorgereden, wat? Maar dat is geen avans, dat is niet gebeurd. Dus nu moet hij het zondag doen. Ja. Maar bon, het ging over plassen. Ja. Dus hoe, er zijn vaak mensen, ook in Frankrijk, want, omdat ze daar weten dat ik nog wielercommentator ben geweest, van mais chez les femmes, comment ça se passe quand même? Kan er iemand dat nu voordoen? Ik denk aan... Jan. Aan Porno Jan. Ja, omdat hij het meeste schaamte heeft aan ons. Ja, dat is juist. Ah, ja. Neem maar serieus. Hoe heb ik heb het een beetje... Ja, doe het. Ja, natuurlijk. Marijn de Vries heeft dat vorig jaar in de Ronde van Frankrijk helemaal van naaltje tot draadje uitgelegd. Ja, maar uitleggen. Ik wil het zien. Ah, je wil het zien? Ja. Ja, joh, dat is iets anders. Dat is iets anders. Ja, nee, maar hoe gaat het dan? Want met een rits... Het is langs... Het is deze pijp oprollen helemaal en dan opzij trekken. Ja. Een pijp oprollen? Ze plassen van de fiets. Ze stoppen. Ja, dat kan toch niet? Nee, ze stoppen. En dat heb ik wel begrepen. Stoppen, nee. Ah, van de fiets. En ze zetten zich, dat is het mooie, ze zetten zich met hun gezicht naar het publiek, of enfin, naar de weg. Om te groeien. Want anders zitten ze met hun bloot gat naar de straat. En dat moet dus wel een geweldig beeld opleveren. Want bij mannen is dat ook al redelijk belachelijk als die er allemaal zo staan. Maar dus die vrouwen, die zitten er al op een rijtje. Moet het, als het moet, ja. Moet het. Maar dus met een rits. Nee, met een rits. Ja, je kunt ze rollen de broekspijp op. Rol maar, ritsen heb ik ook gezien al in zo. Kijk, zo dat is meer bij de wielerreclame. Maar hier een rits dan misschien zo. Hier. Zijn we ons nu niet het terrein aan het geven? Ja, nee, maar dat is toch wel... Waardoor wij ons Ruben, niet moeten begeven? Pakt een ander onderwerp. Ja, ik denk het ook. Maar ik wil wel... Ja, hij kent er niks van, want heeft Lotte geplast toen ze met jou gefietst heeft? Nee, maar... nee, ze heeft niet gezweet ook. Ze heeft ermee afgereden, joh. Ze heeft niet gezweet, hoor. Nee. Jullie ooit geflikt geweest na een plaspauze? Koers verloren door jij die aan de kant stond en plots weg. Niet dat ik weet. Ja. Daar wordt redelijk streng op toegezien dat dat toch niet gerespecteerd wordt. Ja. Normaal is dat ook een eikpunt in de koers. De vlucht is weg. Er wordt aangegeven dat er gepist kan worden. En natuurlijk zijn er momenten waarbij jezelf de nood hoog is dat je stopt. Maar dat is op eigen verantwoordelijkheid dan. Je moet dat een beetje aanvoelen. Hè. Je hebt zeker in een aanloop naar de finale zijn er zo de ongeschreven wet van de ene stopt en in één keer stopt er 50 tot 60 man in één keer. Maar er zijn ook momenten in de finale van de wedstrijd dat je soms moet, dat je niet anders kunt. Hè. En dan is het natuurlijk aan je eigen om dat in te plannen of om het niet te doen. Plassen van op je fiets, Mark. Ja. Plassen van op de fiets komt. Maar als je in de wagen zit, dan in de auto, in een koers, moet je ook af en toe plassen. Dus plastic ik tegen de deur. Ik was, of het venstertje omlaag natuurlijk, hè. Wel omlaag doen. En ik was eregast in de Ronde van Vlaanderen van 1994. En dan zat je dus in de auto met Eddy Merckx en de M.E. van Hek was toen bladmanager van het Nieuwsblad nog en zo. En dus ik vraag op een bepaald moment aan Eddy Merckx, hoe zijn jullie eigenlijk op mij gekomen als eregast? En hij zegt, je hebt juist morgen maandag gemaakt. Zeg, ja, maar dan nog? En zei, Merckx zei, ik ga het u eerlijk zeggen. Vorig jaar hadden we Luc van den Branden, toen Vlaams minister-president. Ja. Mee en die kon niet plassen als er volk naast hem stond. Dus het probleem is dan, we gaan dan in een wei, wij plassen allemaal en die blijft er dan zo staan. Van, er komt niks uit. Dus moesten ze eerst al terug in de auto gaan zitten, dan plassen die mensen. Ja, maar in een koers moet het vooruit gaan natuurlijk ook plassen. Hè. En zegt Eddy Merckx, voor dit jaar, een heel vergadering, hadden ze Paula Dont voorgesteld. En ik heb gezegd, we pakken Mark uit. Het was beslist. Nog op pad geweest met Wout van Aert?
Jean? Nee. Niet meer? Hij is vertrokken op hoogte stages. Ja. Zit je daar nu goed? Is het daar nu te doen als je de Tour wil voorbereiden? Ja, daar of ergens anders waar het eigenlijk lucht is en een beetje warmer dan hier. Ja. Ik ben er ooit eens geweest, in deze periode ongeveer, met Jurgen van den Broek. Kan tegenvallen, hè. En ook, gezellig is het er niet. Hè. Nee, het is een spookdorp. Het is een skidorp dat nu compleet ik kwam er niet is. Graag. Er is niemand. Hè. Ik kwam er niet graag. Maar als je reserve zijn we een paar keer met de ploeg naar daar geweest. Maar daar ben ik toch niet gelukkiger. Hè. Nee. Malaga Zandre in de Livigno, hè, Jan? Ja, dat staat wel goed. Met zeker met Dirk de Wolf. Goeie tijden beleefd. Ja. Livigno is top, hè. Ja. Ja. Jij bent naar de Sierra geweest? Enkel in koers. Ah ja. Ja. Dus nooit op dat soort hoogtestages. Nee. Jullie gingen meer dan laagte stages, heb ik begrepen, net voor de uitzending. Ja, we zijn eens naar Bariën geweest. Carré ben ik twee keer in mijn leven geweest. Dat was echt niks voor mij. Nee, stinkkot. We zijn de laatste buiten gegaan. Nee, dat was echt niet voor mij. Maar we gingen, ja. Ja. Je wordt nog iets van achter gefluisterd. Ja. Wat fluisteren ze hier nog? Lecties in Balen. Lecties in Balen. Ja. Staat er nog? Dat huis bestaat nog. Dat, was eigenlijk zo, dat is een oude hoeve, maar dat is geen discotheek niet meer. Kan er een raveparty ook? Heel lang. Dat zou kunnen, dat illegaal of legaal. Dat maakt. Ja. Er is ook nog een vraag binnengekomen voor Jan. Oei. Hoe was jouw examen sportmarketingcommunicatie vandaag? Ah, dat schijnt, was heel goed. De mensen zijn hier aanwezig. Dus Jos Verschuren en Marco Heil, de docent sportmarketing, die zijn vandaag normaal ergens aanwezig. Of hier aanwezig. En Marco zei dat ik het goed had gedaan. Oké. Okay. En voor Tom is er nog een vraag binnengekomen. Is jouw rallywagen al gerepareerd? Die was 2 minuten later al teruggemaakt, ja. Oké. Okay. Dan is iedereen content. U ziet het. U stuurt wat u wil en we spelen het door naar onze gasten. Ik denk dat we nog een verhaal te goed hebben van jou, Tom. Ja, dat klopt. Dus ik heb daarnet nog even heel diep moeten graven. Weet het. Maar je wilt het in Frankrijk of in Italië? Hè? Een Italiaans verhaal. En ik heb nog een heel mooi Italiaans verhaal dat eigenlijk heel weinig mensen weten. Ik won in 2002 als eerstejaars prof een rit in de Ronde van Oostenrijk. En wie was daar tweede? Ik reed toen ook bij US Postal. En een tweede was Davide Bramati. Bramati reed toen bij Mapei. En de finishfoto die stond een dag nadien in de krant en ik win zo ongeveer. Hij zat allemaal een brakje. Maar het grappige was, wij komen met twee over de finish en Bramati steekt ook zijn armen omhoog. Maar die was dus letterlijk een halve fiets achter. En na de finish komt hij naar mij en die zegt zo, hey, are you sure? Are you sure? Maar ik had je zelfs niet gezien. Maar die mannen van Mapei die hadden de sprint voor hem aangetrokken met heel de grote Mapei-terrein. En ik was die gewoon voorbij gesprint. En omdat voor die mensen toch zoiets van, ik ben op de meet geklopt geweest, hè, het was nipt, had hem zijn handen omhoog gestoken. En dat verhaal, dat blijft duren en dat begint zo wat zijn eigen leven gaan te leiden. En dan uiteindelijk die Italianen, oh, maar dat was echt heel nipt. Hè. Dus jaar na dienst zitten we samen met elkaar in de ploeg en we gaan op stage naar, niet naar Bari, maar naar Cecina daar. En dat begint weer, hè, zo die Italiaanse klant en tegen mij. En eigenlijk was dat heel nipt en dit en dat en Brahma aan het geven en zo. En ik goed, de dag nadien ben ik gaan trainen en ik ben morgens tegen Brahma. Maar wij reden met Mavic wielen, dat moet ik nog even erbij vertellen. Wij reden met Mavics en Mavics die hadden een speciale sleutel, zo'n plastieke sleutel, waar je die asmi kon bijregelen. Weet ik dat nog? Ja, ik weet het. Zwarte sleuteltjes bij de Xeriums en de Cosmics. Ja. En Brahma was weer een heel avond op mij aan het afgeven geweest en ik was dat kotsmuge. Maar ik kon nog niet zo goed Italiaans, dus ik zeg oké, ik ga je terugpakken. Dus goed, we vertrekken op training en ik eerst het begin van de training, heel een tijd, Brahma, die is een beetje bleek en alles. En we gingen ronddraaien op het tweede stuk van de training, die was bleek en hij zo, oh, zie. Maar Brahma is een heel emotionele mens. Het was al niet meer goed. Hè. Goed, na 2 uur, we stoppen voor te plassen en we gingen daarna blokjes trainen ronddraaien. Hij zat te pissen en ik draai zijn as vast. Maar vast. We vertrekken. En we gingen 50 per uur ronddraaien en dat was printjes doen. En Brahma, die raakte niet vooruit. Smeerlap. Aan kapot gaan en zweten en die wordt eraf gereden. Iedereen direct bij Petini en zo. Oh, wacht, Brahma is er aan. Hoe kan dat nu? Allee, paniek in geleden. Ja, paniek, beetje Italiaanse paniek. Brahma is s'avonds naar huis gegaan. Oei. Ja, hij was ziek ontstaan en hij ging naar huis gaan. Hij ging een paar dagen later terugkomen op stage. En dat is mijn verhaal. Is Dramati naar huis Je hebt Dramati ooit een loer gedraaid. Payback time eigenlijk. Je weet dat nog altijd niet, hè. Je weet dat nog niet. Ja. Nu wel. Oké. Okay. Ik ga de vraag stellen. Wie denkt er dat het verhaal van Tom waar is? Iedereen hoopt al sinds dat het waar is. Dat is duidelijk. Heel veel mensen. No, Tom, it is not true. I won't at the race. Die vind je nog. Moet je een foto eens opzoeken. Ja. Je hebt dat vaak, dat mannen zo alle twee een ander mogen steken. Dat komt vaak voor. Maar niet als je zo hangt.
Davide Bramati ten voeten uit. Vraag dan nog binnengekomen is voor jou, Dirk. Ja. Heb jij inspiratie voor je kledij gehaald bij Samson en Gert? Nee. Nee. En waar is de hond? Dat was de tweede vraag. De kerstshow. Ik heb er vandaag nog achter geweest van die dag. Stop. Stop, Dirk. Hey. De rode trui, dat is toch ook in de. Ja, ik had eigenlijk liever gehad. Ik was daar juist al aan het denken dat het eigenlijk schoon geweest was, maar roze hem dat aangedaan. Moeten wij het niet in het vond geen ja. Ik was er aan het denken. Ja? Ja. Nee? Gewoon een roze hemdje bedoel je? Ja? Moet het echt. Volgende week. Het heel extreem. Volgende week in hebben. Ik moet het heel extreem zijn. Ik weet niet wat jij direct aan denkt, maar ik kan het gewoon over de kledij. Blijft altijd gissen wat jij in de vrije tijd doet. Ja, uiteraard. Nee, maar ja, we kunnen dat in de WhatsApp-groep nog afspreken. Ja. Of in het roos komen volgende week in Geraardsbergen. Skorter bij huis. Skorter voor jou bij huis. Maar we zijn stilaan bijna op het einde gekomen. We hebben al een paar sterke verhalen gehoord. Maar speciaal voor deze Giro-tournee ga ik zelf ook mijn duit in het zakje doen. Dat thuiskoers zoeken. Een verhaal. En dat moest met Italië te maken hebben. Dus ik ga naar Rome. Mijn verhaal heeft iets met Rome te maken. Niet in koers, want ik heb uiteraard zelf geen enkele prestatie op de fiets geleverd. Maar mijn verhaal is het volgende. Jullie weten uiteraard, Mark heeft het vandaag nog gezegd, wie mijn echtgenote is. Je hebt de achternaam. Ik ben het helemaal vergeten. Ja, dat doet er ook niet toe. Wij zijn vorig jaar getrouwd. In mei was dat vorig jaar, dus bijna een jaar geleden ondertussen. En mijn vrouw is gelovig, misschien weten jullie dat, misschien weten jullie dat niet. Die haalt er veel kracht uit enzovoort. Dus verder heeft daar ook al veel over gesproken in het verleden. Dus wij trouwen allemaal goed en wel. Geen enkel probleem, fijn, fijn. En een week of drie later toont zij ineens een document aan mij. Ik zeg, ja, wat is dat? Ja, kijk, moet je maar eens lezen, zegt ze. Ik heb dat destijds voor ons gevraagd in de aanloop naar. En dat is er nu toegekomen vanuit Rome, vanuit het Vaticaan, meer bepaald. En ik lees dat blad. Mark? Een jobaanbieding. Als schijnheilige. Ja, ja, ja. Die was afgesproken. Die was afgesproken. Ja, mijn kloot. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, wat dat job niet hebben ze. Schijnheilige was, hè? Maar het verhaal, of het waar of niet waar, is nog iets anders natuurlijk. Maar ik lees dat papier en wat staat erop? Dat Paus Franciscus zijn goedkeuring geeft voor het huwelijk van Blanka Vlasic en Ruben van Gaal. Dus je waart al preventief getrouwd eigenlijk, voordat je toestemming had. In onze tijd waren ze strenger. Hè? Ja. Ja. Dus de paus van Rome heeft het huwelijk ingezegend, als het waar is natuurlijk. Dat is nog iets anders. Hè? Maar zonder voorafgaandelijke controle? Of, je bent niet naar het Vaticaan moeten gaan of niks? Er zijn een aantal contacten geweest. Gewoon Wikipedia? Nee, er zijn een aantal contacten geweest. Die heeft hij zelf geschreven, zijn Wikipedia. Dat is niet waar. Waarom gelooft hij dat? Waarom gelooft je dat? Omdat er fouten in staan. Ah ja, oké. Okay. Dit is ook heel afgesproken. Goed, Tom. Bon, het was tof, het was leuk. Ja. Die laatste twee afleveringen gaan we niet meer maken, zeker. Nee. Ja, blijf toch uw verhaal en de volgende week altijd bij je. Altijd bij je verhaaltje, ja. Nee, maar kom, ik wil dat weten. Wil je het weten? Ja. Fijn, we vragen of het waar is. Ja, niet waar, natuurlijk. Oké. Okay. Zij die denken dat dit pauselijke verhaal waar is, vanuit het Vaticaan met andere woorden, mogen hun hand nu opsteken. Toch een verdienstelijke poging. Jij bent toch van hier? Ja, ik ben, ja, ja, het is niet omdat ik van hier ben dat iedereen mij gelooft. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Ik stel voor dat we ons rondje waar of niet waar afmaken. Jan, laten we beginnen bij jou. Was jouw verhaal waar of niet waar met Dirk de Wolf volledig in de zak zetten op stage? We hebben zo wat extra kilometers gereden. Ja, ja. Je hebt Dirk echt dat allemaal aangedaan. Maar het was in zijn Wolfse enthousiasme. Ja, dan mag het. Hij kon ook nooit gewoon achter die groep rijden. Oké. Okay. Mark, heb jij je ooit op een dag uitgegeven voor Herman van Springel tegenover een journalist en heb jij die zelfs zo ver gekregen dat hij daar waarschijnlijk gewoon heeft uitgeschreven, denkende dat hij met Herman van Springel aan het praten was? Ik heb niet gedaan alsof ik Herman van Springel was. Okay. Maar ik heb wel die telefoon aangenomen en heel dat verhaal gedaan, zonder naar Herman te luisteren, want die moest sturen. Dus ik heb gewoon dat interview gedaan, maar niet ik heb, niet alsof ik Herman was, maar hij heeft toen dit, hij heeft toen dat. Ah, op die manier. Oké, okay. Een beetje waar. Ja, maar ja, het zou wel erg geweest zijn als die journalist de stem van Herman van Springel en die van mij niet bij elkaar kan houden. Het was een Vlaamse journalist. Dirk, heb jij ooit Laurent Fignon gered in de Giro? Ik heb hem gered van de vrieskou, ja. Ja, ja. Nobele. Hoe heette dat ding weer? Een Gore-Tex. Gore-Tex. Ja.
Dat is toch iets nieuws. Kassa, kassa. Dat is ondertussen failliet, Gorotex. Kan nu terug. Of dat komt er nu mee. Dat komt nu terug. Jan. Oké, goed. Dat was een waar verhaal. Ja, ja. Tom. Ja. Oh. Bramati een loer draaien nadat hij, ja, zo gezegd, eerst zijn handen... Nee, dat hij wel degelijk gedaan, zijn handen in de lucht gestoken. Bramati heeft s'avonds bloed laten trekken om te zien of hem klierkoord zat en is naar huis gegaan. En hij weet het nog... Hij wist het nog altijd niet. Fantastisch. En al die Italianen bij de kamer. Oh, ja. Oh, drama, drama met Brama, Brama. Oké, okay, goed. Ja. En tot slot het verhaal... De paus. Het verhaal van de paus. Ik denk dat het waar is. Ja. Ik weet niet, wat denk jij? Het kan toch niet anders zien, de blonde god. Ja, wat wil dat zeggen? Het kan toch niet anders dat die mens dat goedkeurt. Maar ja, ja. Ik denk dat het waar is. Ah ja, 4-3 die al denken dat het waar is. Ik hoop dat het niet waar is. Het is waar. Ja, ja, tuurlijk. Het is waar. Ik kan het document aan jullie laten zien. Ja, je hebt niet bij. Ik heb een fotootje van. Ja. Dan blijft er toch altijd een beetje twijfel hangen bij de mensen. Kunnen we dat even sturen naar die nummer? Nee, dat ze dat daar spreken. Nou wel, ja. Ik ga het doen. Ik ga het nu doorsturen. Het is toch maar voor de zaal hier. Vergist u niet, vriend. Oh, het is toch maar voor de zaal hier. Ja. Iedereen een machine. Het is op... Ja, maar ze mogen het er 1 seconde op zetten. Kortstondig. En ik moet even kijken. Maar ik moet hem eerst zoeken. Want het is waarschijnlijk in het Vaticaans. Ah nee, maar het lukt niet blijkbaar. We moeten die slide op voorhand aanmaken, maar ik ga hem wel doorsturen naar... De WhatsApp-groep, dan kunnen wij hem verspreiden. Ja. En doe die dikke groep maar bij. Hier ze. Ah ja. The Holy Father Francis. In het Engels. Cordially imports the requested apostolic blessing to... Ruben van Gucht. Het is Italiaans. Blanca Vlasic. On the occasion of their marriage. Zeg, dat is knap. Is dat handgemaakt? Dat is mijn miniatuur. Ja, dat is ook... Ja, kom. Maar Alibaba, hè. Zou dat meer of minder waard worden als het dan toch nog misgaat? Waarom zou het misgaan? Ja, nee, gunt mij is het allerbeste. Ik weet niet. Ja, tuurlijk. Maar je weet nooit wat je denkt. Opletten ze ermee. We zijn echt aan het afwijken. Het is een knap document. Ja. Ik zal het u straks ook nog laten. Ja, maar stuur het in ons WhatsApp-groepje. We gaan het niet gebruiken. In welk groepje? Ja. We gaan het niet te veel gebruiken. Nee. Fijn, gewoon een wielerpeloton gooien is genoeg. We gaan afronden. Ja. Dit was Wielerclub Wattage, aflevering 10 voor een volledig gevulde CC Binder in Puur Sint-Amans. Volgende week meer van dat. Dan zitten wij in Gerardsbergen in de buurt van Fredje Penne, Dirk. Daar gaan we langs gaan en daarna trekken wij naar Dilbeek. U bent uiteraard meer dan welkom. Geniet van de koers. Dank om te komen en tot volgende week. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.